Goedemorgen, mijn naam is Samantha Reilly en ik heet u van harte welkom bij dit ING-webinar over cybersecurity. Dit webinar is bedoeld voor bestuurders en managers in de publieke sectoren, met name de zorg en het onderwijs. Het zal u niet ontgaan zijn dat de dreiging vanuit cybercrime al maar toeneemt. En dat in combinatie met de steeds grotere afhankelijkheid van ICT maakt dit een groot risico. De uitdagingen en het handelingsperspectief, daarover ga ik vandaag in gesprek met een aantal interessante sprekers. Ik stel ze graag aan u voor. Wim Hafkamp, Managing Director van ZCERT. Joost Boele, CISO van het Antonie van Leeuwenhoek en het Nederlands Kankerinstituut. Jeroen Zuiderveld, CISO van de TU Delft. En Pim Takkenberg, Algemeen Directeur van cybersecuritybedrijf Northwave. Dank allemaal van jullie aanwezigheid hier. Het is een interactief live webinar, dus u kunt ook in gesprek met onze sprekers. U kunt uw vragen stellen via de chat en die zullen dan mondeling beantwoord worden hier aan deze tafel. De vragen waar we niet aan toe komen zullen schriftelijk achteraf volgen. En ik wil graag starten met een vraag aan uw kijkers thuis. Maakt u zich zorgen over de cybersecurity van uw instelling? Graag met ja of nee antwoorden. En ik wil starten verder vervolgens met Wim. Kan jij wat meer vertellen over ZCERT? Waar jullie voor zijn en wat jullie nu op dit moment het meest bezighoudt? Ja, nou ZCERT is eigenlijk het is een combinatie van zorg en CERT. Dat is een Engels woord. Computer Emergency Response Team. Gebruikelijke benaming voor incident responders op cybergebied. Wij zijn 5 jaar geleden opgericht door 3 zorgkoepels. Vereniging van Ziekenhuizen, Academische Ziekenhuizen en ook het Nederlandse GGZ. Om cybersecurity expertise in de zorgsector verder door te ontwikkelen. We hebben op dit moment 250 zorgorganisaties die aan ons verbonden zijn. We zitten in Amersfoort met een team van 25 specialisten en speuren elke dag het internet af op zoek naar nieuwe dreigingen en kwetsbaarheden op het gebied van cyber. We proberen daarvoor uiteraard tijdig te waarschuwen, maar helpen ook bij het oplossen van incidenten. En wij organiseren ook regelmatig kennissessies over allerlei cyberthema's. Dus belangrijke rol. En wat jullie speuren het internet af op dreigingen. Ja. We zitten natuurlijk in een hele bijzondere situatie nu met Oekraïne. Wat zien jullie daar nu gebeuren? Nee, dat klopt. Wat wij zien is dat het op dit moment nog relatief rustig is in Nederland. Hopen dat het niet dat het een voorbode is van wat nog eventueel op ons afkomt. We hebben wel wat extra spam en scanactiviteiten gezien. Ook wat phishingactiviteiten, maar nog geen directe aanvallen op Nederlandse zorginstellingen. Maar we houden de boel goed in de gaten. Wij noemen dat de situatie van guarded. Pim kent dat waarschijnlijk ook wel. Dat is vooral waakzaam zijn, kijken of er bepaalde ontwikkelingen zijn die uiteindelijk ook gevolgen voor Nederland kunnen hebben. Verwachten wij dan ook echt directe aanvallen op zorginstellingen? Dat is natuurlijk altijd even de vraag. Wij denken wel dat als organisaties in Nederland worden aangevallen, dat er niet directe zorg zal zijn. Betekent dat dan dat de zorginstellingen rustig geen zorgen hoeven te maken en niks hoeven te doen? Dat denken wij van niet. Want we hebben ook bij eerdere cyberaanvallen in het verleden gezien dat er soms, wij noemen dat dan collateral damage, nevenschade ontstaat. We zien toch ook in de zorgsector dat er veel diensten worden afgenomen, veel afhankelijkheden zijn van allerlei partijen. En dat zou dus ook betekenen dat als een bedrijf in Nederland wordt aangevallen die bijvoorbeeld hostingdiensten levert aan zorginstellingen, dat het gelijk leidt tot problemen bij ziekenhuizen of bij andere zorginstellingen. Dus het is wel zaak om je spullen goed op orde te hebben en ook goed te kijken waar zitten mijn afhankelijkheden. Dus die kwetsbaarheid is er zeker. Waar hebben we het over als we het hebben over impact van wat dit zou kunnen betekenen in de zorg? Want we kennen natuurlijk dus voorbeelden van VDL, de plant. Ja. Maar wanneer dit gebeurt in de zorg, wat gebeurt er dan? We hebben op 10 februari dit jaar ons cyberdreigingsbeeld over 2021 uitgebracht. Dat doen we elk jaar, groot onderzoek. Gebaseerd op eigen gegevens, maar we vragen ook heel veel informatie op bij onze 250 deelnemers.
En daar zie je toch wel dat eigenlijk met stip bovenaan nog steeds het risico van ransomware aanvallen, dus gijzelsoftware, staat. We hebben ook vorig jaar gezien dat toch wel een aantal zorginstellingen in Europa zijn geraakt, met name ziekenhuizen in verschillende landen. In Nederland zijn 5 zorginstellingen geraakt. Heeft niet tot hele grote problemen geleid voor de Nederlandse zorgsector. Maar goed, het is wel een teken, want het jaar daarvoor hadden we geen enkel geval in Nederland. Dus het is wel stijgende. Ja. En ja, daar kan Pim straks misschien wel wat meer over vertellen. Maar zo'n ransomware aanval is vaak heel geniepig. Hè? Lange voorbereidingstijd, heel gericht. En op het moment dat je ermee geconfronteerd bent, ben je al eigenlijk te laat. En hoop je maar. Hoop voor de best, zal ik maar zeggen. Hoop je maar dat het goed afloopt. Dus wij zeggen ook tegen onze deelnemers, de zorginstellingen die diensten van ZZ afnemen, zorg nou dat je die basics op orde hebt. Die maatregelen om een gerichte ransomware aanval te voorkomen, dat je dat in ieder geval op orde hebt. Dat betekent goede backups, zorgen dat je goede detectiemogelijkheden hebt. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja. Jij spreekt natuurlijk veel met die deelnemers. Hoe is het met de volwassenheid? Is dat op het niveau waar jij het zou willen zien? Dat verschilt. Dat verschilt heel erg. We hebben natuurlijk hele grote zorginstellingen. Academische ziekenhuizen of het ziekenhuis van Antony van Leeuwenhoek ziekenhuis is deelnemer. Die hebben een eigen security team. En over het algemeen zien we dat daar de dingen goed op orde zijn. Maar we hebben ook kleinere deelnemers die voor een deel hun IT hebben uitbesteed of volledig hebben uitbesteed. En nog niet direct dat bewustzijn hebben dat we wel graag zouden willen zien. Dus het is heel verschillend. We zien wel een stijgende lijn in positieve zin dus. Hè? Dus dat er meer awareness ook op de bestuurderstafel komt. Maar cybersecurity is eigenlijk gewoon goed en degelijk risicomanagement uitvoeren. Dus kijken wat is de kans dat ik geraakt word en wat is dan de eventuele impact daarvan. Zorg dat je dat ook gewoon goed doet. En dat je in ieder geval elke, bij grotere instellingen, elke 3 maanden minimaal dat overzicht hebt en daar ook keuzes in maakt. Is dat de oorzaak eigenlijk van die volwassenheid, dat risicobesef verschilt tussen organisaties, de mate waarin dit al echt een risico wordt ervaren? Ja, wat wij spreken ook veel met bestuurders. Die hebben natuurlijk heel veel op hun bordje liggen. Wat wij zien is dat nog niet altijd de link wordt gelegd met patiëntveiligheid. En zeker aan de kant van de ziekenhuizen, aan de cure kant van de zorgsector, zie je dat de digitalisering zo ver is doorgevoerd binnen instellingen, dat op bepaalde onderdelen, als die geraakt worden, dat dan ook de patiëntveiligheid mogelijk in het geding komt. En dat besef moet echt aanwezig zijn, wil je echt goed risicomanagement voeren. Ja, en je bedoelt dan ook dat apparatuur niet meer functioneert. Ja, apparatuur die moet zorgen voor het welzijn van de patiënt. Het monitoren ervan. Maar als een elektronisch patiëntendossier of cliëntendossier een week lang onbeschikbaar is door ransomware, dan komt een zorginstelling echt wel in de problemen. Ja, we hebben ook ja. andere situaties gezien die wat minder heftig zijn, zou je denken, maar toch ook wel tot problemen hebben geleid. Bijvoorbeeld, vorig jaar hebben we een zorginstelling geholpen die had een zogeheten ERP-systeem, een inkoop- en voorraadsysteem in de cloud staan bij een leverancier. Die werd getroffen door gijzelsoftware. En vervolgens kon die instelling 3 dagen lang niet bij zijn voorraadsysteem komen. 3 dagen was nog te overzien. Maar stel je voor dat 3 weken was geweest, dan was de ellende behoorlijk groot geweest, denk ik. Ja. Dus dat soort voorbeelden, die noemen wij ook elke keer als wij in gesprek gaan met die deelnemers. Van bekijk nu vooral met zo'n risicobril. Hè? Dus hoe afhankelijk ben ik dan van die leverancier? En heb ik goede alternatieven of goede backup maatregelen getroffen? Ja. Hoe zou mijn organisatie functioneren als eigenlijk heel de ICT plat ligt? En dat kan je ook beoefenen. Maar het gaat in eerste instantie om dat je de scenario's voor ogen hebt. En dat niet afdoet van dat is iets van ICT. IT is zo'n onderdeel geworden van het zorgproces. Dat is dus ook onderdeel van je kwaliteitszorg geworden ja. binnen de instelling. Ja, ja.
Ondanks dat dat risicobesef dus best wel varieert tussen instellingen. Als ik dan kijk naar de uitslag van de poll die we net hebben gesteld, zegt 75% van de bestuurders, ik maak mij zorgen. Jij spreekt ook veel met bestuurders. Ja. Wat zijn de vraagstukken, de zorgen waar zij mee zitten? Wat leeft daar? Nou, de eerste vraag die ik heel vaak hoor van, doen wij wel genoeg? En investeren we wel genoeg? En dat is natuurlijk, ik krijg vaak de vraag van, ja, hoeveel moet ik dan uitgeven aan security? Ja, dat is natuurlijk moeilijk. Dat is ook contextafhankelijk. Wij gaan ervan uit dat je een bepaald percentage van je IT-budget echt wordt geïnvesteerd in security. De Cybersecurity Raad, een adviesorgaan van de regering, noemt een getal van 10%. Dat vind ik fors, moet ik zeggen. Maar ja, als het 1-2% is, dan moet je je wel eens achter de oren krabben van, doe ik er wel genoeg aan? Vervolgens horen wij ook van bestuurders vaak, ja, het is een vakgebied, wij hebben er geen verstand van. Dat snap ik ook. Maar zorg dan dat je mensen aanstelt die er wel verstand van hebben. Hè? Mensen zoals, nou, hier zitten hier twee CISO's aan tafel. Maar die weten precies waar je op moet letten, welke maatregelen relevant zijn. En ook wat de stand van zaken is van die maatregelen. En zorg dat je daar dus ook overzicht op hebt. Ja. En we hebben het vaak in het vakgebied over restrisico's die geaccepteerd moeten worden. Dat is denk ik goed, want dat geeft in ieder geval een stukje verantwoordelijkheid weer. En je moet ook weten, als ik dit risico accepteer, wat kan ik dan eventueel nog verwachten? Dus het is wel keuzes maken, ja. Ook in het besluitvorming rondom wel of niet treffen van maatregelen. Ja. En ik moet er ook bij zeggen, want wat wij ook vaak horen van, het is, al die maatregelen zijn soms zo duur. En wij hebben ook in ons dreigingsbeeld aangegeven dat met een aantal simpele maatregelen je toch behoorlijk wat ellende buiten de deur kunt houden. Het hoeft niet allemaal te gaan om aanschaf van dure software of hardware. Ja, ja. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft een rapport geschreven wat hier aan geleerd is. Hè? De bedreiging van de patiëntveiligheid door uitval van ICT. Een van de aanbevelingen is ook, ziekenhuizen, rapporteer hierover. Hoe je dit risico hebt afgedicht. Zie jij dat ook gebeuren? Gebeurt dat al? Is dat iets waar de zorg naartoe moet? Ja, dat gebeurt steeds meer. Maar of het voldoende is, weet ik niet. We hebben natuurlijk de OVV, maar je hebt ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, IGJ. Die zien ook wel een stijgende trend. Bijvoorbeeld in het feit dat steeds meer ziekenhuizen gecertificeerd zijn tegen een bepaalde norm. De N7510 beveiligingsnorm. Dus we zien wel dat het toeneemt. Maar tegelijkertijd moet ik er ook bij zeggen, want dat is mijn zorg een beetje, dat het zo dadelijk een soort vinkenlijstje wordt. Hè? Ja. Als ik dit maar dat maar gedaan heb, qua compliance, dan zit ik wel safe. En wij denken dat het toch veel meer moet zijn dan dat. Dat het geen vinkenlijst moet worden. Ja, ja, ja. Joost, ik ben ook wel benieuwd naar jouw perspectief hierop. Maar misschien kan je eerst wat meer vertellen over jou en wat jou bezighoudt in jouw rol. Over mij en wat me bezighoudt in mijn rol. Ja, goed, ik werk voor het Antonie van Leeuwenhoek. Dat is zowel een kankerziekenhuis dat alleen volwassen patiënten behandelt, als een kankeronderzoeksinstituut. En wat mij bezighoudt in mijn rol is dus zowel de patiëntveiligheid als het veilig mogelijk maken van alle dingen die die 700-800 onderzoekers bij ons willen doen. Want die zijn allemaal nieuw. Die werken letterlijk op de cutting edge. En die willen steeds dingen en dat is steeds meer en meer IT gedreven en IT ondersteund. En het is niet aan mij om tegen ze te zeggen, dat is een dom idee, dat moet je niet doen. Het is aan mij om hooguit te horen wat ze willen en het mogelijk te maken op een veilige manier. Want zij hoeven geen security experts te zijn. En dat is wat mij bezighoudt. Maar zij gebruiken ICT-middelen, mm-hmm, waar dus risico's aan zitten. En, ja, en die, dat is waar jij dan op doelt, die risico's. Dat de awareness krijgen van die risico's in de organisaties waar de uitdaging ligt. Ja, ja, ik heb een slogan intern. Het is heel erg flauw. Dus het is niet helemaal des zorgs eigenlijk. Ik zeg altijd, niet in de krant komen door mij. Ik wil niet in de weg lopen bij jou. En dat wil ik het liefste doen door wel al in je hoofd te zitten. En daar kom je bij het risico denken. Als ze het stemmetje van Joost ergens in hun achterhoofd horen, dan zijn ze zich risicobewust. Ja. En dan komen ze hopelijk ook bij ons aankloppen op het moment dat ze een risico zien.
En daar iets mee gaan doen. En in de zorg speelt het veel minder, want dat gaat toch wel meer volgens de gebaande paden. Alhoewel ook dat bij ons redelijk vooruitstrevend is. Ja, ja. Hebben jullie daar ook over wat dan... Stel je voor, we hadden het net over de impact. Hè? Als het dan, stel je voor dat gebeurt, dat is natuurlijk een onderdeel van dat risico. Hoe dat er praktisch uit zou zien bij jullie? Ja, maar je moet er altijd voor oppassen dat het niet een schrikverhaal wordt. Mm-hmm. Dat het veel op de fear, uncertainty and doubt op de fout gaat zitten. Want dat is niet het verhaal waarmee je echt de harten van die mensen wint. Ja. Wat hen bezighoudt is kanker genezen. Alleen dat. Wat kan dat in de weg staan? Nou ja, daar zit het verhaal inderdaad. En het is moeilijk om van iets abstracts als een cyberdreiging... om daar de link naartoe te leggen... van een heel onschuldige gedraging als je scherm niet lokken of iets dergelijks. Wat is daar nu de impact van in de grand scheme of things? Ja. En dat verhaal, het is mijn taak om dat verhaal... vanaf de kleine gedraging aan de ene kant... te praten naar het risico voor het instituut... en ook voor de kankerzorg en het kankeronderzoek. Ja. Ja, ja, inderdaad. Er is ook een vraag binnengekomen van een kijker. Die zou ik graag even aan Wim willen stellen. Ja. Jij gaf net aan dat je nu niet een verhoogde dreiging... of niet een substantieel verhoogde dreiging ziet. De vraag is... ZZ verwacht dat de sector nu niet heel hard geraakt wordt... in vergelijking met andere sectoren. Zijn hackers ethisch? Omdat de urgentie en impact bij een hack bijvoorbeeld zo groot kan zijn... is de kans op betaling groot? Oei, dat zijn heel veel dingen bij elkaar. Of hackers ethisch zijn. Ja, er zijn ethische hackers hè, die als doel hebben om organisaties weerbaarder te maken. Maar op het moment dat jij gehackt wordt, weet je niet of aan de andere kant of die ethisch werkt of niet ethisch werkt. Ja. Dus daar zou ik niet op gokken. En ik zou er ook niet op gokken van dat de zorg wel bespaard blijft. Wij hebben gezien bijvoorbeeld in het begin van de pandemie, bij de corona, dat toen hadden wij die indruk wel dat de zorg... in zijn algemeenheid wereldwijd wat bespaard bleef. Maar we zagen eigenlijk in de loop van 2020 dat het al aan het veranderen was. Meer aanvallen. En dat is in 2021 alleen maar toegenomen. Nou, ja. Misschien mag ik het even kort maken. Ja, zeker. Volgens mij is de vraag ook bedoeld in relatie tot de oorlog die werd gesteld. Ja. Ik kan me goed voorstellen dat als bijvoorbeeld de Russische overheid ervoor kiest... om een organisatie in het Westen aan te vallen... dat ze zich veel meer op kritieke infrastructuur richten. Veel meer op de energiesector bijvoorbeeld. Of op Rijksoverheid. En dat in dat opzicht dat misschien niet zo is. Ook zie je bijvoorbeeld die gijzelsoftware aanvaller. Je hebt zo'n groep, de Conti groep, die heel nadrukkelijk heeft gezegd... we gaan ze juist wel aanvallen. We hebben daar gewoon lak aan. Want het zijn instellingen die urgent zijn... en dus geneigd zullen zijn snel te betalen... om hun bedrijfsvoering operationeel te houden. Dus het is heel verschillend, denk ik, met wie je nu precies te maken hebt... en wat de aard van de dreiging is. Zeker, zeker. En Conti is een bekende. Hè? Die heeft vorig jaar ook een aantal ziekenhuizen in Europa en Amerika aangevallen... is nu zelf, heeft te maken met een interne hack. Dus een aantal van hun codes zijn openbaar geworden. En dan denk je van, dat is mooi nieuws. En wij maken ons alleen maar zorgen daarover. Want dat kan weer opgepikt worden door andere ransomware groepen. Die daarmee snel nieuwe ransomware software ontwikkelen. Dus the game is not over yet, zal ik maar zeggen. Nee. En dat is precies wat ik probeerde aan te geven in het begin. Misschien geen directe aanvallen, maar op het moment dat een energiebedrijf of een grote bank wordt aangevallen, of een grote telecomprovider, een ISP. Van al die bedrijven zijn zorginstellingen afhankelijk. Ja. Dus dan heb je toch te maken met nevenschade. Ja, ja, ja. Zeker, zeker. Om nog even in de zorg te blijven bij Joost. We hadden het net met Wim ook even kort over de bestuurders en wat er bij hun speelt. Wat heb jij nodig, merk je, in je organisatie van je bestuur... om optimaal je rol vorm te geven? Ik denk dat ik namens alle CISO's in alle organisaties spreek... als ik het woord aandacht zeg, aandacht en interesse. Ik zie jou knikken aan de overkant bij Jérôme. Dat is het allerbelangrijkste. En wat we net al bespraken, is dat een bestuurder meestal niet een cyber-expert is... en soms ook niet een IT-expert... daar heb je mensen voor. Ik ben een van die mensen. Maar wat je nodig hebt is aandacht en interesse op het juiste moment. En soms is het aan mij als CISO om die aandacht te vragen. En ook om te borgen dat die aandacht er structureel is. Dat is het belangrijkste. Zolang je in gesprek bent, kun je samenwerken. Als je wordt genegeerd, dat zegt iets over het belang dat een bestuurder dan hecht aan cybersecurity.
Maak ik gelukkig niet mee. Maar ja, als jij ergens in een kelder wordt weggestopt, letterlijk, daar heb ik ze ook wel zien zitten, dat IT-security in een kelder is gestopt. Ja, met weinig aandacht, weinig interesse vanuit het board, ja. Succes ermee. Dan heb je een heel moeilijke baan en ook een heel moeilijk, in mijn geval bijvoorbeeld, een ziekenhuis om te verdedigen. Maar goed, ik ben in dat opzicht gezegend in mijn instituut. Ja, en dus betrokkenheid van jou en jouw club eigenlijk bij alles wat daar speelt in de organisatie. Zou je dat zo kunnen betrokkenheid, zeggen? Betrokkenheid, goed woord. Ja, ja. Ook zeer op de zorg van toepassing. Maar misschien ook wel het besef dat het echt risicomanagement is. Dus als het gaat over je bedrijfscontinuïteit, of als het gaat over brand of een overstroming of een financiële crisis, dan snapt de hele board dat ze daar aandacht voor moeten hebben. En deze digitale dreigingen, die zijn precies hetzelfde. Sterker nog, je bent overwegend gedigitaliseerd en je goud is ongeveer je data. Dus als je die twee dingen niet meeneemt in je bedrijfscontinuïteit, ja, dan ben je denk ik ook niet meer een board of director lid van deze tijd. Want dit is gewoon waar het over gaat, om je bedrijf te besturen. En daar heb je veel specialisten voor die je kunnen helpen een vertaalslag te maken. Maar de essentie is natuurlijk gewoon hetzelfde. Ja. Dus wat je zegt ook, dit is een van de bedrijfsrisico's die het hoogst op de agenda moet staan. Want het risico ook, is ook wellicht het grootste. En het raakt ook gewoon tot in essentie je bedrijfsvoering. Ja, dus als er een groot IT-storing is, of dat nou is door een kwaadwillende of dat er gewoon iets stuk is, dan heeft dat direct volledig impact op je bedrijfsvoering. Ja. En dat is de reden waarom je er vanuit een risicobril naar moet kijken. Ja. En kijk dus niet alleen naar je eigen systemen. Kijk ook naar wat neem ik af van leveranciers. Ja, ook dat wordt vaak vergeten. Die supply chain is heel belangrijk. Ja. Ik heb hierover een vraag aan de kijkers. Cybersecurity staat op de agenda in ons bestuur. Dus dat haakt wat jij zei, Joost. Ik ben zo benieuwd naar de uitslagen. We hadden het ook even over certificeringen. Dat zijn natuurlijk manieren om in beeld te hebben of je in control bent. Hoe pak jij dat aan binnen Antonie van Leeuwenhoek en het Nederlands Kankerinstituut? Aantoonbaar kunnen voldoen aan de norm voor informatiebeveiliging in de zorg, NEN 7510, is door de wetgever verplicht gesteld. Punt. Dat moet je dus doen. Kijk, certificeren is formeel gezien optioneel. Dan betaal je iemand om ook een certificaat uit te reiken. Ik vind dat wel belangrijk. Ik vind dat dat iets is dat je aan je patiëntenpopulatie en je andere stakeholders in de maatschappij wel proactief zou moeten laten zien. En ik vind daarvoor in de zorg en ook in mijn eigen instituut bijna alleen maar medestanders. Dus dat vind ik een heel gunstig idee. Compliance is niet het doel van beveiliging. Dat is wel iets dat ik daarbij moet zeggen. Dus de wetgever die heeft een enorm raamwerk hebben ze verplicht gesteld. Je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo, en je moet het als volgt borgen. Je kunt al die dingen doen, dan heb je een prachtige papierwinkel, en dan zou het kunnen dat je nog steeds niet veilig bent. En dat moet je testen. Ik vind een deel is laten zien dat je al die dingen kunt, dat je daarvoor de kennis, de mensen en de kunde in huis hebt. Een ander deel is dat je moet laten zien dat het werkt. En niet werkt als in tijdens een audit de werking. Maar dat het werkt als je daadwerkelijk wordt aangevallen. Wat gaan je mensen doen? Mijn werk gaat niet over computers of over vinkjes. Mijn werk gaat over mensen. Dus als je zo'n aanval simuleert en de mensen weten niet dat die komt, dus dan doe je niet een penetratietest waarbij iedereen al weet dat ze eraan komen, maar een red team oefening. Waarbij een handjevol mensen in je organisatie ervan weet. Wat gaan mensen dan doen? Zien ze dat je wordt aangevallen? En als ze het zien, doen ze dan het juiste? Ze zien nu echt de vlammen en de rook. Gaan ze dan kriskras door elkaar rennen in de context van een brandoefening, zeg maar? Of gaan ze ordelijk het pand evacueren en blussen ze het brand? Nou, dat is wat ik wil weten. En dat is hoe je intern het verhaal kunt vertellen hoe een kleine gedraging kan leiden tot een groot probleem. En die mensen dus ook mee kunt krijgen in het hele verhaal. En hoe je aan de rest van de wereld kunt laten zien van ik neem dit heel serieus. En dit is hetgene waartegen ik me wapen, zodat in mijn geval continuïteit van kankerzorg en kankeronderzoek gegarandeerd kan worden. Ja. En jullie zijn daar volgens mij nog niet zo lang geleden mee gestart, hè, met deze exercitie om echt te testen wat gebeurt er nou. Wat kwam er bij jullie naar voren? Allereerst, het is inderdaad relatief nieuw in de zorg. En ik mag daar Wim ook een klein bedankje toeschuiven hier in het webinar, om dat vanuit ZZert gecoördineerd te hebben. Het stond al wel op mijn verlanglijstje om dat te gaan doen. Gewoon precies om de redenen die ik net al toelichtte. Wat daaruit komt in de regel is eigenlijk alle lessen die je daar leert gaan over mensen. Want alles wat je leert tijdens een oefening over techniek, dat had een techneutje ook wel kunnen vertellen.
Maar misschien dat als je het die techneut had gevraagd, dat hij iets anders op zijn to-do-lijstje had staan, omdat hij ergens anders druk mee was. Of misschien dat hij het niet proactief heeft verteld, omdat hij op hele andere dingen werd afgerekend of ergens anders mee werd bezig gehouden. Die dingen komen allemaal nu aan het licht en die zijn allemaal, meteen hebben ze een hoog niveau van urgentie. Het laat in de context van een daadwerkelijke dreiging zien wat je goed doet en wat je niet zo goed doet. En bijna al die dingen komen neer op mensen. En dat is altijd de les. Ja, ja, wat er allemaal onder de oppervlakte eigenlijk sluimert. Hoe mensen dan toch denken en acteren. Ja, nou, ten tijde van mijn oefening om een heel concreet, of onze oefening om een heel concreet voorbeeld te geven. Op een gegeven moment werden de aanvallers werden gespot. Iemand had door van, wow, er wordt hier een mailtje gestuurd. Dit is niet je standaard mailtje waarin om een zak met geld wordt gevraagd. Dit is een... Iemand probeert hier echt binnen te dringen. Dus toen werd er een hele respons werd er opgetuigd. Ik was heel blij om dat te zien. Ik heb de beste awareness-campagne gehad ooit. Omdat we dachten dat we echt werden aangevallen. Dan zie je wat mensen echt gaan doen. En dan zie je hoe het ze echt raakt. In plaats van, oh ja, Joost die zegt weer wat. Weet je wel. Oh ja, niet op links klikken in e-mails. Haha. Oh, wat leuk, een link in een e-mail. Dus nu kwam het ineens heel dichtbij. Instant win uit die oefening. Ja, 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 inderdaad. Ja, iets wat navolging verdient. Ja. Dit is een gesimuleerde oefening. Pim, jij hebt ermee te maken wanneer het geen oefening is. Maar vertel kort even wat meer over jullie bedrijf. Ja, nou, Noordwave is een organisatie waar je je security management en je informatiebeveiliging integraal kunt uitbesteden. En wij helpen klanten in de midden- en bovenkant van het zakelijk segment. En dat doen we door een combinatie van maatregelen voor klanten te organiseren. Technische, organisatorische en op het gebied van gedrag. Als het gaat over wat we in de praktijk zien, is een van de dingen die wij hebben is een computer emergency response team. Dat helpt klanten op het moment dat zij aangevallen zijn. En dan kunnen we een paar dingen doen. Bijvoorbeeld het helpen onderzoeken wat er nu precies gebeurd is. Maar vaak ook wel bij, noem maar wat, gijzelsoftware aanvallen, de recovery organiseren. Dus zorgen dat je weer terug in bedrijf komt en helpen om de juiste stappen daarin te nemen. Ja, en dan zien we daadwerkelijk wat gezegd wordt. Ik ben een groot voorstander van het oefenen met die zogenaamde red teams. Omdat dat hele realistische aanvalscenario's zijn, zoals die in de praktijk ook gewoon gebeuren. Bij ons intern hebben wij ook een red team. Die maakt bijvoorbeeld gebruik van actuele inzichten die we gewoon daadwerkelijk bij klanten zien. Want ja, veel echter dan dat kun je niet meemaken. En wat je vaak ziet, is dat die aanvallers heel goed snappen wat ze doen. Maar helemaal niet heel moeilijk hoeven te doen om toch razend effectief te zijn. Ze hebben een bepaalde manier van werken. Ze misbruiken een kwetsbaarheid die een organisatie niet heeft gedicht. Dat is een manier om binnen te komen. En daarna zijn organisaties over het algemeen nog niet goed genoeg ingeregeld om dat op te merken en te stoppen. Waardoor ze vrij snel bij de kroonjuwelen uit kunnen komen en de boel bijvoorbeeld op slot kunnen gooien. Ja. Ja, ja. En heb jij ook dit soort voorbeelden meegemaakt in de zorg of in het onderwijs? Ja, nou, je komt ze overal tegen. Met name die gijzelsoftware aanvallen, dat is echt wel iets van de laatste 2-3 jaar die ook heel veel impact hebben. We hebben verschillende zorginstellingen daarbij kunnen helpen in Nederland en in het buitenland. Ziekenhuizen, geestelijke gezondheidsinstellingen, ook onderwijsinstellingen die we daarbij hebben geholpen. Niemand is daar eigenlijk van gevrijwaard. En denk met name de zorg en de onderwijsinstellingen. Daar hangt ook nog wel wat extra's van af. Hè. Dus het gaat vaak over levens. Dat is de relatie die we ermee hebben. Dus niemand wil een risico nemen. Dus is bijvoorbeeld voor aanvallers de kans ook wat groter dat er toch tot een betaling overgegaan wordt. Het zij omdat je op slot zit en niks kunt. Maar stel dat je dat wel kunt, dan stelen ze vaak ook nog heel veel gevoelige data. Ja, daar wil je natuurlijk ook niet van dat die op straat komen. Dus je probeert dan misschien toch maar het minst slechte te doen en dan wellicht daarvoor te betalen. En in de academische wereld zie ik ook heel veel. Ja, dat aan de ene kant misschien wel gaat over het open hebben van scholen of instellingen. Maar dat ook daar heel veel onderzoek wordt gedaan. Waar vaak ook ongelooflijk veel research en IP in zit. Wat ook buitengewoon gevoelig is als dat wegraakt. Ja, en over dat eerste punt hè, in de zorg. We hadden het net over die patiëntveiligheid die dan geraakt wordt. Heb jij dat ook zien gebeuren bij zorginstellingen? Ja. Nou, je ziet dat ziekenhuizen dan op zichzelf best nog in staat zijn om de basis zorgverlening te geven. En bijvoorbeeld ook operaties te kunnen doen. Maar dat op heel veel praktische dingen klemloopt. Bijvoorbeeld, er worden foto's gemaakt van patiënten die net binnenkomen. En die moeten gebruikt worden voor de chirurg om te kunnen bepalen of die gaat opereren en hoe die opereert. Maar de normale systemen waarmee die informatie tot zich krijgt, die zijn niet meer beschikbaar. Dus dan gaan ze opeens die foto's via hun privé gsm's, via WhatsApp versturen of zo. Ja. Dat is natuurlijk buitengewoon onwenselijk en dan gaat het nog net goed.
En dat is ook een voorbeeld geweest in Duitsland, ik geloof het 1,5 jaar geleden, waarbij een patiënt uiteindelijk naar een ander ziekenhuis is gebracht omdat een ziekenhuis onder aanval was. En die heeft dat uiteindelijk ook niet overleefd. De vraag is of dat nou direct komt door die aanval. Ja. Wat heeft er zeker mee te maken? Ja, inderdaad. Want ja, in het onderwijs hebben we natuurlijk, lijkt het wel of dat veel vaker is voorgekomen. Hè? En daar zeg je, daar ligt die nadruk met name op dan het spioneren, het stelen van onderzoeksgegevens en informatie. Ja. Nou, ik zie dat dat echt wel een bijkomend reden is voor onderzoeksinstellingen, misschien bijvoorbeeld een betaling te overwegen. Ik denk dat die onderzoeksinstellingen, dat vind ik op zich ook wel weer mooi. Omdat ze natuurlijk onderwijzen, zijn ze ook vrij open in als hun zoiets overkomt. De Universiteit van Maastricht heeft een tijdje geleden ook zo'n aanval gehad. Die hebben daar heel open over gecommuniceerd. Wat ik buitengewoon knap vind. Ik denk dat het heel leerzaam is. Want daarmee kun je anderen ook in staat stellen om daarvan te leren. Dus misschien dat het daardoor wat meer zichtbaar is. Ja. Ik weet niet per se of ze nou meer of minder zijn aangevallen dan andere instituten. Maar ze zijn er heel open over. En dat is wel heel fijn. Ja, die openheid die heeft ook weer geholpen. Maar dat kan jij misschien beter vertellen, Jérôme. Ik denk dat die openheid ertoe heeft geleid dat we elkaar opgezocht hebben en gezegd hebben, als sector moeten wij hier gezamenlijk wat aan doen. Dat heeft niet alleen maar vanuit een soort filosofische gedachte, maar ook omdat wij zo met elkaar verbonden zijn in onderzoeksgroepen over en weer. Als er iets gebeurt bij de TU Eindhoven, dan heeft dat waarschijnlijk ook wel een raakvlak bij TU Delft. Daarom hebben we ook nu een SURFSOC, Security Operations Center voor de sector, dus voor het onderwijs. En daarmee kunnen we, als er iets gebeurt bij een bepaalde universiteit, ook heel snel zien of het ook bij andere universiteiten of hogescholen plaatsvindt. En de mbo's gaan daar nu ook naartoe. Dus dat is echt wel belangrijk. En Maastricht was echt een wake-up call. Als universiteit hebben we natuurlijk academische waarden. Open is daar een van. Dus academische vrijheid. Dat we een open universiteit zijn. Dat we open data hebben. Nou, dat is ook vaak wat ik dan met onderzoekers maak. Ik werk alleen maar met onderzoeksdata. 80% is onderzoeksdata. Zeg je, wat is dan die andere 20%? Nou, en daar moet je dus echt, en wat Joost ook zei, vooral op die onderzoekers. Kijk, we hebben 35.000 studenten die lopen allerlei risico's. Daar kan ik me niet op richten. Die hebben hun eigen laptops en dergelijke. Maar die onderzoekers die ontzettend vertrouwen op ICT, om daar goede service neer te zetten, rekenkracht, et cetera. Ja, die wil je bewust maken van oké, je loopt een risico als je bepaalde zaken gaat doen. Net zoals je ook af moet vragen of je met bepaalde partijen wel zaken kunt doen. Partnerships. Ik denk dat dat in het kader van kennisveiligheid ook steeds belangrijker wordt. Dus, ik zag netto van 75% van de bestuurders die dan zich zorgen maakten over de cybersecurity. Ik denk van, maar waarom maken ze zich zorgen? Want als ze het op de agenda hebben staan, dan zouden ze moeten weten van het speelt. Dus zorgen maken, ja. Maar risico, kijk ernaar. Je kunt niet alles verdedigen. Dat kunnen wij ook niet. Wij krijgen ook ransomware aanvallen, vaak op onderzoeksopstellingen. Omdat daar een speciale techniek wordt gedaan waar een kwetsbaarheid in zit die niet tijdig gepatcht wordt. Ja, dan kom je met andere technische maatregelen, segmentering van je netwerk. Kun je dat soort lagen of dat soort aanvallen toch beperkt houden. Maar we hebben te maken met een grote populatie hoogleraren die ook andere aanstellingen hebben bij andere instellingen. Lees bijvoorbeeld in China of ook in Rusland. Ja, dat brengt allemaal nieuwe uitdagingen met zich mee. En daar moeten we de risico's, we moeten gewoon goed over blijven praten. Dat is ook eigenlijk wat mijn taak als CISO is. Blijven praten over risico's. En dan met mijn bestuurder op strategisch niveau. Waar moeten we naartoe? En dat begint nu echt ook te landen. En dat was bij Maastricht echt de aanjager en de samenwerking. Dus ook binnen SURF en binnen de Universiteiten van Nederland is dit echt nu een onderwerp. Vraag je je dan ook af of dat het op de juiste manier op de agenda staat bij bestuurders? Waar ik
ook voor wil waken. Bij mij gaat informatiebeveiliging over weerbaarheid. Op het moment dat het gebeurt, dat je er klaar voor bent. Daarom moet je oefenen en dergelijke. Die compliance, vind ik, het zegt iets indirect over je weerbaarheid. Maar je moet geen vinkjes gaan zitten halen. Want soms is risico nemen best wel goed. Want daarmee kun je dus een aantal zaken versnellen. Security als enabler, zeg ik altijd. En niet als belemmering. En daar moet je naar kijken. En als je dus nu ziet, als ik met een onderzoeker in gesprek ga, nou, dan begrijp ik ook de context. Ze schrijven heel veel proposals om allemaal maar grants te krijgen voor onderzoek. 9 op de 10 wordt afgekeurd. En als ze dan gewonnen hebben, dan willen ze aan de slag. En dan worden de dingen vergeten. Dus daarom in het hoofd zitten op het moment dat het gaat gebeuren, dat is voor ons het belangrijkste. Wanneer komen we aan tafel om hierover na te denken? Dat zou eigenlijk al bij het proposal moeten zijn. Ja, en welke rol heeft dan dat bestuur daarin? Want ik kan me voorstellen, zij moeten dat wel uitdragen. Ja, ik ben gezegend met een bestuur wat dit echt ook ziet. Ze dragen het ook uit naar de faculteiten. Want vergis je niet, we hebben 8 faculteiten waar groepen wetenschappers zitten die toch soms ergens anders over denken. Maar ik voel me echt gesteund door het bestuur om maatregelen, soms ook noodzakelijke maatregelen, die soms pijn doen, toch te nemen. Ja, want misschien, als ik daarop mag inmaken, wij hebben een vrij degelijke analyse, denken we, gedaan naar een aantal van die ransomware groepen. Jij noemde net eentje, Conti. Hive is zo'n andere bekende binnen de zorgsector. En als je kijkt naar hun werkwijze, dan is het eigenlijk niet eens zo geavanceerd wat ze doen. Ze hanteren heel vaak dezelfde methodieken. En daar kan je dus ook heel gericht maatregelen op treffen. Een veel gebruikte techniek is bijvoorbeeld het versturen van phishing mails met besmette Word-documenten waar zo'n malafide macro in zit. Dus als je dat blokkeert, zo'n macro, aan de buitenkant, ja, dan komen ze al op die manier niet meer binnen. Dus het is niet zo, hoeft niet altijd zo geavanceerd te zijn. En mijn oproep aan bestuurders is ook vooral, stel vragen aan je CISO of aan je specialist. Blijf doorvragen en ga niet achteroverleunen van, nou, dit is een mooi compliance rapport. Maar ga daar gewoon gericht op vragen stellen. Dan zet je en de CISO in zijn kracht. Want hij kan echt precies duiden waar het eventueel mis zou kunnen gaan. En je weet ook gelijk wat je wel en niet moet besluiten. Ja, ja, en dan ook op, zeg maar, zo'n detailniveau dat je het echt vraagt naar die risico's. Vraag naar wat er gedaan wordt om te mitigeren. Ja, en verdiep je een klein beetje in de materie. Je hoeft geen specialist te worden, maar nou ja, lees wat van die algemene rapporten. Jullie maken ze, wij maken ze. Die heb je op een uurtje op een zaterdag wel gelezen. En dan op basis daarvan kan je al heel gericht vragen stellen aan je CISO. En denk ik dat je ook tot goede besluitvorming komt. Maar die openheid, ook voor ons als professionals, om duidelijk te zijn over incidenten. Mm-hmm. Praat erover, want dat maakt het concreet voor mijn doelgroep, om dat zo te zeggen. En Ik merk gewoon dat vaak een gesloten cultuur was in eerste instantie om over security incidenten te praten. Zie je dat in het bedrijfsleven nog steeds. Dat wordt gewoon niet open over gecommuniceerd. Terwijl juist dit bewustwording maakt. En na elk incident a lessons learned. Ga kijken, wat kunnen we hier nou voor lessen uittrekken? Het zijn vaak een aantal stappen die leiden tot een aanval. En waarom hebben we dan, we hebben zo'n shock, er komen meldingen binnen. Is het dan niet adequaat opgevolgd? Nou, daar moet je echt gewoon in leren. En daarvoor moet je ook oefenen. We hebben binnen SURF hebben wij de ozonoefening. Is landelijk. 1 keer in de 2 jaar. Daar komen echt waardevolle zaken uit. Heel simpel ding. Over als een crisisteam bij elkaar komt. Dan moeten die crisisteamen wel in hetzelfde overlegpatroon zitten. Anders gaat dat niet werken. Dat bijvoorbeeld. En dan bleek dat de frequentie van overleg niet spoorde. Waardoor het misliep. Ja. Zijn er ook concrete voorbeelden van aanvallen die verijdeld zijn doordat jullie dit al zo vormgegeven hebben? Nou ja, goed. We hebben ergens in mei hebben wij vorig jaar werden wij ons toegang tot ons netwerk werd verkocht op het dark web. En daar hebben wij heel adequaat op kunnen reageren eigenlijk door het heel snel te pareren.
Maar daar moesten we wel over praten. En ook daarover zeggen we, jongens, kijk, oké. Het was niet helemaal goed gegaan, want we wisten eigenlijk al dat er een paar meldingen voor waren geweest die bij ons een rode vlag hadden moeten brengen. Ja, ja, ja. En daar moet je over leren. Gewoon met elkaar over praten. En ik denk wel in de breedte, het is ook niet, het is geen magie, hè, dat in één keer instantly zo'n aanvaller alles maar kan doen. Daar zit, zo'n gijzelsoftware aanval is een periode van dagen tot weken tot soms zelfs maanden dat aanvallers binnen zijn. Het is een beetje hetzelfde als met een fysiek gebouw. Als je daar alarm hebt en camera en bewaking. Als een aanvaller daar probeert binnen te komen, is die ook niet zomaar binnen. Kan die ook niet eindeloos lang zijn gang gaan. Dus de combinatie van de maatregelen maakt dat je dingen kunt opmerken. En het is ook helemaal niet erg dat bijvoorbeeld een inbreker een raampje binnengooit en het gebouw binnenkomt. Als je maar weet dat er heel snel politie komt. En als je maar weet dat hij niet bij de kroonjuwelen kan komen. En dat kun je digitaal prima zo doen. Dus als je een paar fundamentele dingen goed inregelt en bijvoorbeeld ook bewaking inregelt digitaal, dan kun je die verschillende stappen van zo'n aanvaller onderkennen en dan kun je hem gewoon op tijd stoppen. En dan is in ieder geval niet het geval dat je meteen volledig down bent. Ja. Dus dat is denk ik ook wel een beetje de kunst. Door breng het weer even terug naar de eenvoud en probeer die maatregelen te nemen die gewoon meteen veel zeggen en veel verschil maken. Want Jack, als je dan met bestuurders aan tafel zit waar het fout is gegaan, ja, waar zie je dan dat het fout is gegaan? Kan je dat waar het over Ja, zeggen? Het zijn eigenlijk altijd, als ik zo'n gijzelsoftware aanval kijk, gaat het altijd over vier dingen die je gewoon niet hebt geregeld, vaak. Of één van die vier dingen niet. Je hebt of niet een goede backup strategie, waardoor ze niet een backup beschikbaar hebben die niet verbonden is aan het netwerk, dus met andere woorden waar een aanvaller niet bij kan. Dus dat is belangrijk om te regelen. Zorg dat je het patchen in orde hebt. Dus als kwetsbaarheden bekend raken en er komen updates van software, zorg dat je ze installeert. En dat is voor veel grote bedrijven vaak lastig om dat snel te doen, hè, om dat proces in te regelen. Zorgen dat je meerstapsverificatie inregelt. Dus als je van buitenaf inlogt, dat je niet alleen een inlognaam en een wachtwoord hebt, maar ook nog een soort van een code of een appje wat je daarvoor gebruikt. Maar dan wel op alle accounts doen en niet ergens eentje vergeten. Hè? Want het heeft niet zoveel zin om overal een slot op de deur te doen en eentje over te slaan. Dan werkt dat ook niet. En bewakingen regelen, dus digitale bewakingen regelen. En als je die vier dingen goed hebt ingeregeld, durf ik te stellen, hetzelfde als wat Wim zegt, dat van de huidige groepen vandaag de dag die ons allemaal aanvallen, heb je niks te vrezen. Ja. Dan gaan ze namelijk gewoon naar je buurman. Ja, moet wel eerlijk zijn, denk ik, hè, met zulke complexe architecturen die jullie hebben, zijn die stappen ook op zo'n schaal nog best wel een Zeker. Uitdaging. Ja, ja. Ja, maar ze worden een stuk makkelijker als je gegijzeld bent. Maar daar wil je ook niet uitkomen, nee, snap je? Dus nee. En dat is ook wat ik zie, want dan gaat het in één keer wel gebeuren. Dus ik begrijp dat heel goed. Ja. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk even nadenken waar je het voor doet. Ja. En begin er op zijn minst aan en probeer dat ook echt oog voor te hebben. En daarmee zeg je ook dat ze eigenlijk veel van de situaties waar jij komt het wel te voorkomen was geweest. Absoluut. Ik ben ervan overtuigd. Ieder geval waar ik ben geweest had voorkomen kunnen worden. Ja, echt van overtuigd. Als er meer awareness, focus op was geweest. Op die basismaatregelen waar we het over hebben, als die goed zijn geïmplementeerd, dan waren deze bedrijven niet door de groepen waardoor ze zijn aangevallen. Ja, ja, ja. Joost, zie jij dat ja, ook? Kijk, voor een universiteit of een ziekenhuis, je zei het al, Jeroen, het zijn open organisaties. Je hebt het over deuren met sloten erop. We hebben heel veel deuren. Dat is de uitdaging. Om die deuren allemaal te identificeren. En op al die deuren een slot te maken. Want het is precies zoals je zegt. Zo ervaar ik het ook. Je wil niet de beste sloten van de straat hebben. Dan betaal je te veel. Maar je wil ook niet de slechtste sloten van de straat hebben. Want dan komen ze bij jou. En daar zit een balans tussen. En dat is een vorm van risicomanagement om die balans te vinden. Hè. Hoeveel wil ik uitgeven om de kans te reduceren dat ze bij mij komen tot een acceptabel niveau. Maar ook een uitdaging in het erachter komen hoe je landschap nou daadwerkelijk in elkaar zit. En zeker in een onderzoekssituatie is dat heel complex. Het kan wel eens heel voordelig zijn namelijk om ergens een deur open te zetten. Om samen te werken. Ja, daar moet ik wel van weten. Ja, en daar kom je dus met dat testen. Dat is waarom je test. Exact. Dan kom je erachter. Dan zie je wat je zelf niet hebt gezien. Dan ja. zie je wat een aanvaller ziet. Als hij naar jouw organisatie kijkt. En dat is zo'n waardevol perspectief. Om eventjes door de ogen van een crimineel te kijken, maar dan wel een ethisch hacker daarvoor in te huren. Toen ik consultant was, zeiden we altijd, het is niet de vraag of je gehackt wordt, maar wanneer je gehackt wordt. En als CISO voeg ik eraan toe, maar jij kunt kiezen door wie je gehackt wordt. Ja, 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 ja. Ja, dat en misschien ook in het kader van risicodenken is het misschien ook niet verkeerd is om na te denken. Wij noemen dat het assume compromise model. Hè. Ga er nou eens vanuit dat ze al binnen zitten. Wat kunnen ze dan? Dat is niet leuk om over na te denken, maar het is wel heel verstandig. Want dan heb je het over eventueel segmentering. Waar moeten ze dan absoluut ver van
verwijderd blijven. Om over dat soort dingen na te denken. Hetzelfde geldt over backup-strategie. En noemde het al, hè, die fysieke backup. Wij zagen in het begin dat heel veel zorginstellingen zeiden: nee, we hebben backup prima geregeld. Het waren allemaal online backup-omgevingen. Ja, dat is het eerste waar zo'n ransomware groep, als die binnen is, gaat kijken. Van, worden de backups gemaakt? En die worden gewoon mee versleuteld. Ja, ja, dus ja. Daar heb je geen donder aan. En als je dus zo'n fysieke backup hebt, moet je hem af en toe wel testen dat, dat er ook echt goede data op staat. Dat is ook belangrijk. Nogmaals, dit soort basics, heel, heel evident. En geven echt een hele grote beschermingsgraad. Ja, dus alle maatregelen die je kan nemen om de impact vervolgens te verkleinen. Wanneer die aanval zich dan toch voordoet. Zeker. Ja, zeker. Ja, inderdaad. Er is ook een vraag binnengekomen van een van de kijkers. Hoe kijken jullie aan naar het risico van wiper malware voor de zorgsector? Ja, dat is wel een dingetje hoor. Kijk, je zou kunnen zeggen, het is niet heel veel anders dan ransomware. Maar er is een groot verschil natuurlijk. Kijk, ransomware, daar zit een stukje financieel gewin achter. Hè. De crimineel wil geld hebben en dan over het algemeen krijg je je data weer terug. Want als hij dat niet doet, ja, dan prijst zichzelf ook uit de markt. Dan gaat niemand meer betalen in de toekomst. Dus een heel ander gedachtegoed. Kijk, bij wipermalware is de bedoeling om data echt te vernietigen. Het heeft een heel andere doelstelling. Dus dat is wel zorgelijk. Zeker als je geen backups hebt. Want ja, dan krijg je hem ook echt niet meer terug. Wat ik altijd zeg, is kijk heel erg eventjes naar de actor en de motivatie. Hè. Dus wie zou dit nu doen? En wat is nu precies de reden daarachter? Wat we nu zien is dat het instrumenteel wordt ingezet om dingen te vernietigen en te destabiliseren in een oorlogssituatie. Wat je ziet bij die ransomware groepen, dan gaat het over geld. Ik denk als je kijkt naar de zorgsector, denk ik niet dat het de eerste sector is die overheden of Russische staat of daar gelieerde hackers zullen gaan aanvallen. Dan denk ik dat andere sectoren weer relevanter zouden kunnen zijn. Maar als die eraan mee in de slag gaan en die willen bijvoorbeeld een soort van wraak nemen op de sancties die er zijn, ja, dan zullen ze wel wiper malware gebruiken om uiteindelijk systemen te wissen. Dus als die gericht gaan aanvallen een bepaalde organisatie om daar de boelen te wissen, kan dat zomaar veel effect hebben. En wat ook kan gebeuren is dat hij per ongeluk ontsnapt. Dus als je een bedrijf hackt en het alleen bij het bedrijf doet, kan dat op die manier gebeuren. Maar we hebben met name met NotPetya gezien is dat het was gericht op Oekraïne, maar het zat in een boekhoudpakket wat ook door allerlei andere bedrijven werd gebruikt. En er was dus heel veel collateral damage. Ja. Nou, dan zou het wellicht wel erg schade kunnen creëren. Dan zit je een beetje meer in die en die keten, die supply chain / software applicaties die je gebruikt. Ja, en dat is wel moeilijk in te schatten als het zich daar bericht. Ja, maar even voor de niet-technische mensen. De wiper malware is de malware die eigenlijk heel je infrastructuur vernietigt. Ja, wat het gewoon doet is een computer gegevens wissen. En als je hem opstart is die gewoon stuk. Je kunt hem gewoon weggooien. Ja, ja, ja. En wat je eigenlijk zegt is als bijvoorbeeld een supplier, want het wordt nu in Oekraïne ingezet, geraakt wordt. En het zou via systemen of via mailtjes bij jou terecht kunnen komen. Stel dat je wellicht misschien een kantoor in de Oekraïne hebt, of stel dat jij samenwerkt met een bedrijf uit de Oekraïne en je hebt daar een technische verbinding mee. Nou, dat zijn manieren waarop deze malware zou kunnen ontsnappen. Maar goed, voorlopig zien we dat nog niet, hè, en blijft het wel redelijk beperkt. Maar ja, daar moet je dan over nadenken. Overigens moet je daar ook weer dezelfde basale maatregelen tegen doen dan tegen heel veel andere vormen van aanvallen. Dus ja, blijf dat vooral ook gewoon zeker doen. Maar er is in ieder geval geen way out meer. Als dat je raakt, dan is het... Nee, maar dan heb je dus blijkbaar ook een aantal basismaatregelen niet goed genoeg geregeld. Want ook hier geldt weer, is dat wat we hebben gezien nu in de Oekraïne en daaromheen, is dat bedrijven zijn aangevallen op een vergelijkbare manier, zoals ook ransomware groepen bedrijven aanvallen. Ja, daar hebben we net over verteld. Als je daar vier dingen aan doet, dan ben je daartegen beschermd. Ja, ja, ja. Dus want het gaat alleen over het laatste stapje wat die groepen doen. Dat is niet versleutelen, maar dat is wissen. Nietige. Ja, dus dat systeem werkt hetzelfde. Dus alles wat je ervoor eraan kunt doen om ze buiten te houden, helpt je ook tegen. Ja, ja. Jerome, ik kan me voorstellen dat voor het onderwijs, omdat we het daar net over hadden, zou dat dan waarschijnlijk niet ook een groot risico zijn? Of zie je dat anders? Het motief, laten we eerlijk zijn. TU Delft heeft Oekraïnse studenten en Russische studenten. We hebben medewerkers uit beide landen. We hebben samenwerkingsverbanden zowel met Oekraïne als met Rusland. Dus we hebben de samenwerkingen nu bevroren, zoals dat dan heet. Alle universiteiten hebben dat gedaan. Nou, het zou kunnen dat uit wraak dat toch geraakt gaat worden. Of de impact dan dusdanig is hoe geraffineerd die is, zeg maar. Dus als die op de infrastructuur echt gaat, dan hebben wij ook een probleem. En als het
op de data gaat, naar de open data, ja, dan hebben we een goede backup-strategie, gelukkig. Ja. Om eerlijk te zijn, we zien ook een verhoogd malware-verkeer naar onze gebruikers. Dus, dat, sinds de Oekraïne-crisis? Ja. Oké. Okay. Ja, en iets anders wat wij in ieder geval verwachten vanuit ZZ is dat er ook veel meer phishing activiteiten plaatsvinden waarbij criminelen zich voordoen als zorginstellingen om daarmee extra gelden te verkrijgen. Dus je ziet dat bij elke grote maatschappelijke beweging. We zagen dat bijvoorbeeld destijds ook toen de banken massaal overgingen op passen met chipskaarten erin. Ja, zagen ja. ook heel veel criminele activiteiten. Wij verwachten dat nu eigenlijk ook wel. We zien de eerste signalen ook dat criminele nepsites neerzetten, aan het bouwen zijn. En zich voordoen als een organisatie die ook hulp biedt aan Oekraïnse vluchtelingen. Ja. Dus dat gaan we ook zien. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja, wanneer er een schok zich voordoet waar veel mensen informatie aan het vergaren zijn. En, en die worden dan heel goed nagebouwd, dat soort sites. En daar lijken dus legitiem te zijn, terwijl ze dat niet zijn. Ja. Dus ook dat gaan we verwachten. Heeft misschien niet direct de impact als een ransomware aanval. Is natuurlijk wel vervelend. Ja, inderdaad. Er komt de vraag van de kijkers binnen. En die is met name bedoeld voor de CISO's hier aan tafel. Hoe zien jullie je rol in relatie tot de ICT-afdelingen? Ik denk dat de ICT-afdeling een van de belangrijkste afdelingen is die je moet koesteren, waar je de samenwerking echt mee moet bespreken. Meestal als wij wat verzinnen in de technische sfeer, dan moeten zij het uitvoeren. En graag betrek ik hun altijd van wat moet je dan uitvoeren? Zij zijn de experts en wij kijken vanuit een risicogedachte daarnaar. Het soms wringt het ook wel eens een beetje. Zeker als het om patching gaat, sneller patchen. Dat toch wel soms tot wrevel leidt. We hebben natuurlijk Log4j gehad. Daar hebben wij heel veel energie gevraagd van alle ICT-afdelingen om maar in ieder geval te kijken waar we kwetsbaar waren. En dat in de maand december. Het is niet met een druk op de knop, want zoals je al zei, we hebben een hele ingewikkelde architectuur waarbij we allerlei onderzoekers hebben die beheerder zijn. En ze zijn hele goede onderzoekers, maar niet per definitie altijd hele goede beheerders. Dus ja, dat heeft zo. Dus ik kan niet anders zeggen dat ik heel blij ben met de professionals binnen ICT-afdelingen. Je zegt, je bent heel nauw verweven, ja. Maar je hebt wel in die end een ander perspectief. Ja. Ja. Zie jij dat ook zo, Joost? Zeker. En in concreet antwoord op de vraag, er is maar één ding dat ik niet wil, en dat is een hiërarchische relatie tussen de twee. Je moet niet de situatie hebben dat je CISO rapporteert aan je CIO of aan je hoofd IT. Want dan krijg je de situatie dat ik de hand moet bijten die mij voedt. Dan moet ik over het hoofd van mijn eigen manager, moet ik naar dienstmanager, dan waarschijnlijk een bestuurder. Dat is niet de relatie zoals je die moet hebben. Zeker niet als diegene vervolgens uit vrevel je budget nog zou kunnen afknijpen of zou kunnen denken, nou, die security man die is alleen maar lastig voor mij. In mijn instituut is dat niet zo. Ik zie steeds vaker ook dat die afdelingen of die functies ook op gelijke hoogte in de organisatie worden ingezet, zodat je hand in hand voor hetzelfde doel kunt werken. Ja. Met andere, maar overlappende middelen. Als ik kijk naar de mensen met wie ik dan samenwerk, dan sluit ik me allereerst aan bij Jérôme. Het zijn fantastische mensen en ze doen fantastisch werk. Maar we vinden ook allemaal dezelfde dingen belangrijk en we vinden allemaal dezelfde dingen leuk. Het zijn gewoon hetzelfde soort mensen die binnen dezelfde organisatie een net iets andere rol spelen. Ja, ja, maar duidelijk wel gescheiden moeten blijven. Nou, ze hoeven niet. Ze moeten qua besluitvorming moeten ze onafhankelijk kunnen opereren. Ja. En wel bij elkaar advies ophalen. Het zou kunnen dat ik iets wil dat zij niet kunnen leveren. Het zou kunnen dat zij iets willen dat ik ze afraad. Dus in die zin moet je wel onafhankelijk blijven. Maar verder kun je zeer nauw verweven zijn. Want vaak wil ik iets en moeten zij het uitvoeren. Dus ja, dan is het goed als zij erachter staan. En sterker nog, als zij schouder aan schouder met mij en mijn team staan om dat te gaan doen. Zeker ten tijde van een aanval bijvoorbeeld. Dat ga ik met mijn adviseurs niet afweren. Daar heb ik ook IT'ers voor nodig. Ja. Ja, inderdaad.
Er was nog een laatste vraag binnengekomen. Ik denk dat die daar ook mee samenhangt. Hè? De vraag is, is cybersecurity bij jullie instellingen een onderdeel van integraal risicomanagement? En dat geeft denk ik dan ook juist die scheiding weer van die ICT. Want ik kan me voorstellen... Nee, het maakt echt integraal. Je moet het holistisch bekijken, want anders dan ga je dingen missen. Dan krijg je... Het moet echt bij elkaar komen op het hoogste niveau. Om een heel simpel voorbeeld te geven. Een pandemie brak uit en opeens gingen we van een campusuniversiteit naar een online universiteit. Nou, dan moet je wel holistisch kijken wat dat allemaal betekent. Dus... Ja, dat is eigenlijk wat jij ook zei. In die board, daar komen de belangrijkste risico's aan bod. En daar is dit eigenlijk één van. Is dit gewoon één van? Ja, bedrijfscontinuïteit, daar gaat het gewoon over. Ja. En dingen die daar impact op hebben, die hebben altijd een digitale component. En daar moet je dus ook nadenken over de veiligheid daarvan. Dus dat is onlosmakelijk met elkaar verweven. Je kunt het niet meer los van elkaar zien. Ja. Als je het hoort, dan. Ik wilde ook zeggen, dat hebben we nog niet genoemd. Jij noemde net leuk. Het is ook een fantastisch vakgebied. Hè? Ik zit er al meer dan 25 jaar in. Het is soms een rat race. Hè? Een crimineel die zet een stap en jij wil er dan nog net voor zijn. Maar ook de ontwikkeling van allerlei technieken. Ik vind het gewoon fantastisch. Je bent overal bij betrokken. Bij alle processen, alle ontwikkelactiviteiten. Je praat met heel veel mensen. Of het nou onderzoekers zijn of ICT is. Het verbaast mij nog steeds dat wij zo'n tekort hebben aan cybersecurity specialisten. Misschien komt dat door de vraag. Maar, we zoeken nog. Ja. Het is gewoon een heel mooi vakgebied. Ja. Ja, ik wilde aanhaken op Pim. Die noemde nog eventjes de board hier als nou ja, belangrijkste coördinator van het hoeden van de organisatie. Als je board binnen dat geheel van bedrijfscontinuïteit cyber niet onderkent als een risico, dan is dat je eerste zorg. Dan heb je als CISO, dan heb je al werk te doen op het moment dat je arriveert. Ja, inderdaad. Nou, we zijn ook al tot het einde gekomen van dit webinar. Ik denk dat dat wel een mooie afsluiting is en eigenlijk de complete afdronk is. Hè, dat in alle geledingen van de organisatie moet dit risico beleefd worden, ervaren worden en ook ja, uitgedragen worden. Dat is denk ik wel de kern van wat ik bij jullie hoor. Wat de stap is die nog genomen moet worden ook op een aantal plekken. Ja. En zoek elkaar op, hè? Dus leer van elkaar. En samen. Dat is ook belangrijk. Ja. Jij noemde het al, hè, dat de Universiteit Maastricht was heel open. Maar je hoeft ook als er geen incident is, gewoon eens met elkaar van gedachten te wisselen. Daar leer je ontzettend veel van. Ja. Dus, investeer in relaties, investeer in mensen. Dat moet je ook altijd. Ja, dat laatste vind ik ook belangrijk. Snap dat iedere medewerker binnen je organisatie een cruciale schakel kan zijn om je bedrijf veilig te houden. En dat je er allemaal in meer of mindere mate gewoon een rol in hebt. Om het te begrijpen wat er gebeurt, maar ook om tijdig dingen te melden, te signaleren, het juiste gedrag te vertonen. Dus het is ook niet alleen een feestje van IT of van de leden van de board of zo. Het is juist iets wat iedereen raakt. Ja, waar iedereen zich bewust van moet zijn. Ja. Ja. Nou, ik denk dat het goed is om het webinar hiermee af te sluiten. Ik wil jullie echt enorm bedanken voor dit gesprek. De kijkers thuis voor het kijken. En ik zou u nog willen vragen om kort een evaluatievraag van ons te beantwoorden over dit webinar. Dank voor het kijken.